Hello, bonjour. I am Jean-Paul Gaultier. I am very happy to be here in Rotterdam in the Kunsthal Museum. Nou, hier Theo Braamsef. Ik heb een klus gedaan voor de Kunsthal van Jean-Paul Gaultier. Dit is een ander onderdeel, maar ik zal het zo even laten zien. Maar dit is wel een hele grappige, mooie zaal. We hebben er volop aan gewerkt. We gaan het van het weekend open. Maar het is... Het wordt wat. Het is erg mooi, vind ik. Daar. Maar nu dat licht brandt. Dat is een apparaat wat ik gebouwd heb. Het is een heel groot podium. Ik zal even uitleggen. De bedoeling van dit ding is dat het een soort catwalk is, dus de poppen lopen daar zwaar overheen. Er zitten nog wat kleine haperingetjes in, die ga ik morgenochtend uithalen, maar hij werkt en hij werkt mooi. Dus ik zal hem even starten. Dat was een leuk klusje, vond ik zelf. Ik zal hem starten, let op. Mijn vinger. Even de noodknop uittrekken. Mijn vinger naar het knopje, wat bijna niet te zien is. Daar gaan ze. Ja, het ziet natuurlijk heel eenvoudig uit, maar er zit een aardig stukje techniek onder. Want het moest natuurlijk allemaal regelbaar zijn. En we hadden van de week, toen hij voor het eerst ging draaien, hadden eigenlijk veel te veel geluid. Dus dat hebben we allemaal geïsoleerd nog van onderen. En nu draait hij mooi, je hoort hem bijna niet. Nou, de noodknop. Er moest natuurlijk wel een noodknop op. Ik zal hem even uitzetten. Wat zo, uit. Dus als je komt, kan je het zien. Erg leuk, ga erheen. Het is geloof dat het 3 maanden staat. Vanaf komend weekend. Maar de datum check ik nog even. Is het open voor het publiek. Wij zijn klaar, we gaan naar huis. We hebben ons ding gedaan. Nou, doeg! Zoals jullie allemaal weten ben ik een enorm modebewuste gozer. Stijl-icoon ben jij, Theo. Een stijl-icoon, ja. We hebben dus gewerkt aan de Jean-Paul Gaultier tentoonstelling. En ik heb de uitnodiging gekregen. Ik denk dat die heel erg hot is. Maar alleen de uitnodiging al is erg mooi. Ja, ik heb hem nu goed in beeld. Ja, maar hij weerspiegelt een beetje. Met ja, ja, misschien zeg maar. Ja. Oké, okay, kijk. Dus dit is een mapje met een kaart. De beroemde strepen zijn dit, hè? Ja, de blauwe Bretonse streepjes. Ja, klopt. En dan trek je dus aan... Het kaartje. Kaart, kijk, en dan komt hij. En dan nog, en dan krijg je de nek van Jean-Paul Gaultier. Nou, helemaal mooi. En haal hem er eens helemaal uit dan? Ja, ik doe het nog een keer. Oké. Okay. Dus zo is de kaart als je hem niks doet. Dan krijg je dus een hele mooie dame. En dan de nek van Jean-Paul Gaultier, die vele mannen ook zo gezien zullen hebben. En haar en het is uit. Nou ja. Kijk. Dus ja. Nou, dit is dan de uitnodiging. Dus ja. De strepen zitten zeg maar op het mapje. Ja. Ja, de streepjes komen ook wel terug. Ook alle bomen in het park zijn nu met blauw-wit streepjes voorzien. Ja. En auto's die City eronder... dressing. Juist. Hey, en dit doe je aan? Nee, ik heb wel een mooi pakje. Ik heb alleen geen blauw-wit streepje. Misschien moet ik daar nog even achteraan. Ja. Maar okay. Ik heb een kaart. Dus... We gaan meemaken, Theo. Ja, juist. Hoi. Hoi.